Deze nieuwsuitzending is er eentje in de serie Weltschmerz. Weltschmerz, wereldsmart. Dus officieel is het wereldpijn, hè? Maar ik vind wereldsmart, dat vind ik toch mooier klinken. Van wereldsmart huilt mijn hart. Een lekkere, rustige uitzending. Ik ben begonnen met de Weltschmerz-serie toen ik gestopt was met het consumeren van alcohol, wiet en tabak. Vandaag belde Lonneke me op en die was een beetje in de war. Ik had het al met haar erover gehad. Oh, ben je helemaal gestopt? Ook geen oh? Nou, wist ze wel, maar. Blijven toch een, het is mijn Lonneke hoor. Ik kreeg nog de groeten van de ouders. Theo en Toos. Ja, die heb ik de hand geschud. Ja, zo ben ik, hè. Ik ben een man van mijn woord. Ik heb Lonneke naar Geleen gebracht. Zoals ik beloofd heb. Had. Jaren terug al. Ik zei, meid, je hoeft alleen maar op je fluitje te blazen. Ik regel een auto. Ik breng je naar Geleen. Daar heeft Lonneke van gemaakt. Oké, maar dan haal je me ook weer op. Dacht ik, nou ja, toch bezig ben. Dat was nog leuk ook. Zowel het wegbrengen als het ophalen. En bij het wegbrengen, jongen, ik had een kater. Oh, oh, oh. En er was iets misgegaan met de Clio. Dat kwam later allemaal goed, maar we zaten te wachten op een terras dat die Clio afgeleverd zou worden. Door de pleegzoon van Wim Kruidentuin. En Lonneke vroeg aan mij, wil je niet een Jägermeister? Ik dacht, laten we dat maar niet doen. Nee. Maar ik heb dus al meer dan 7 weken geen kater meer. Wat zeg ik? Nee, precies 7 weken. Ja nog? 40, 50? Nee, 6 weken. 6 weken, niet overdrijven. 6 weken lang geen kater. Ik mis het niet, moet ik je zeggen. Ik ben ongelooflijk actief, dat wel. Maar is dat erg? Weltschmerz, daarmee ben ik begonnen. Dus aan die kant komt het vandaan van dat nuchtere, geen suiperij meer. En ik laat maar even alles over me heen komen. Zo nuchter als wat. Vandaag weer een deal gesloten via Marktplaats. Kijk, daar krijg je er dan van, hè? Dan ben je zo heel nuchter en dan kijk je naar die spullen die je hebt. En denk je, ja, perietje. Wanneer heb je dat nou voor het laatst gebruikertje? Hé? Zou je het niet een beetje wegje moeten doen, hetje? En als je dan van die, ik soop nogal veel, man. En dan denk je, ja, ik kan maar aan mijn butsie. Dan trek je weer zo'n 0,5 liter open. En wat is er vandaag op Netflix? Ik heb een hoop films gekeken, joh. Zo. Charles Bronson. Death Wish. Death Wish 1, Death Wish 2. En altijd een beetje blote tieten nog. Wordt weer een of andere vrouw verkracht. En dan komt Charles Bronson en die gaat wraak nemen. Jeetje, wat een klote films zijn dat, zeg. Maar goed, ik was zo dronken als wat. Dus. Dan vind je alles wel geinig. Zo kwam ik de dagen door. En dan doe je geen flikker, hè? Nou, dan ben je helemaal nuchter. En dan kijk je naar die spullen. Denk je, kom op, weg ermee. Het is best veel werk, hoor. Marktplaatsen. Dus, gedoe, man. Je hebt van die surnuizen erbij. Ja, en kan je ook een fotootje sturen van de andere kant? Dan moet je dat weer regelen.
En wat is dan de afmeting van de dit en de afmeting van de dat? Ja, maar ja, ik heb mijn keu, ik heb die deal rond, by the way. Mijn oude biljartkeu heb ik verplaatst. Dus ja, ik heb 3 bieders of zo. En eentje die wil het bezorgd hebben. Even kijken wat het gaat kosten. Die meuk moet je dan ook nog inpakken. En dan natuurlijk verzenden. Tientjes werk hoor. We hadden wel vandaag €150. Maar ja, er moet nog wat voor de verzending af. Kijken wat het gaat kosten. Misschien tientje, €15 of zo. Maar dan moet je wel weer heen en weer lopen naar de Primera, PostNL, de ellende, toestand. Maar ja, ik heb toch de hele dag niks te doen. Want dat is het andere verhaal met deze welsmijtstoestand. Dat ik met mijn nuchtere hoofd heb besloten om de concurrentie tegen veel te grote concurrenten op te geven. Het is mooi geweest. Ik ga wel door met mijn levensproject, maar dan op mijn eigen tempo, met mijn eigen ding. En ik ga niet meer concurreren tegen grote firma's zoals Exact en SAP en Oracle Finance en PeopleSoft. En hou maar op en geef mijn portie maar aan Vicky. Ik ga een haalbare strijd aan. En een goed contact met de sociale dienst, erg fijn. Die ene vrouw die mailt mij dan ook om te vragen. En ze belt me ook op. Van ja, met die en die. Ze heeft een hele mooie voornaam. Ja, dat kan ik toch niet laten. Maar ja, goed, ze heet Reineke. Ja. Maar zeg nou niet dat ik het verklapt heb. Want anders gaat iedereen naar dat kind toe. En die heeft het al zo druk. Ik ben al lang blij dat ik bij haar zit. Een lieve vrouw. Ik ben in goede handen. Weltschmerz. Het is, ik ga in de titel iets zeggen over de aankomende verkiezingen. Nog eventjes wat aandacht erop vestigen. Ik denk dat ik deze ga publiceren komende dinsdag. Misschien woensdag. Dat jullie eventjes vlak voor de verkiezingen nog even een beetje opgevoed worden. En in godsnaam stem FVD of de PVV. En het liefst dan nog de FVD. Ja, de SP is ook tegen de EU. Dus dat is ook wel leuk. Maar de SP is dan weer voor het verplicht injecteren van kleine kinderen. Met spullen waarvan de SP wel degelijk weet dat die spullen niet getest zijn. Dus de uitkomst is onduidelijk. Hè? En dat vind ik, ja, als ouders dat willen doen, dan ja, moeten ze dat zelf weten. Er zijn ook heel veel mensen die kopen zomaar heroïne op de zwarte markt. En die gaan dat een beetje in aderen lopen spuiten. Ja, dat wil ik ook niet verbieden. Want dat heeft geen zin. Maar om dat te doen met je bloedeigen kinderen. Ja, dat vind ik wel heel erg. In het begin van de 20e eeuw heeft die tijdgenoot van Carl Gustav Jung, hoe heet hij ook alweer? Oh ja, Sigmund Freud. En zowel Carl Gustav Jung als Sigmund Freud die hielden zich bezig met psychologie. Zo, hè? En lang heb ik Sigmund Freud beschouwd als een of andere Joodse eikel. Maar dat trek ik in. Bij deze biecht ik op dat ik heel lang Sigmund Freud heb beschouwd als een Joodse eikel. Ja, Joods is hij natuurlijk, of was hij. Maar een eikel, dat neem ik terug. Ik weet niet meer precies waarom. Maar er was iets dat ik van hem las en dat ik dacht, oh... Nee, maar dan ben je geen eikel. Ja, dat mag toch, dat je iets vindt van iemand en even later vind je dat niet meer.
Ik vond de moeder van mijn kind bijvoorbeeld een hele interessante vrouw. Nou, dat neem ik terug. Het is de meest ongelooflijk saaie creatuur wat er maar op deze aardkloot in de rondte loopt. En dat de moeder is van mijn kind. Dus dat de eerdere oordeel, dat neem ik terug. Nou, bij Sigmund Freud dus ook. En Sigmund Freud, daar heb ik in het begin van deze eeuw, ergens in 2001. Misschien wel nog eerder. Heb ik daar een essay van gelezen. Moeten lezen. In het Duits ook nog een keer. Bij de katholieken. Ik studeerde toen bij de KUN, de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een paar goede leraren werken daar. Ik heb daar veel van opgestoken. Aardige mensen, goede begeleiders. Zo moet ik het zeggen. En het essay wat ik van Sigmund Freud heb gelezen, dat heette De teleurstelling. Maar dan op zijn Duits. Die Enttäuschung. Ik weet niet meer precies waar hij zijn teleurstelling op baseerde. Hij besteedde een deel van het essay aan te beschrijven hoe hoopvol hij was. En de rest van het essay was de constatering en de teleurstelling die daarmee kwam. Dat zullen ook de mensen zijn die op de FVD gaan stemmen. En laten we zeggen dat iedereen naar mij luistert, wat natuurlijk niet zo is, maar stel. Hè? Dan wordt de FVD de allergrootste. Wat gaat er dan veranderen? Helemaal niks. Dat wordt een teleurstelling, jongen. En de SP die wil dus verplichte vaccinaties voor het kleine gut. Ik vind dat misdadig. De VVD wil dat ook, hè? Ik vind dat de politiek daar niks over te zeggen heeft. De mensen zijn soeverein. En die soevereiniteit van de mensen die wordt afgepikt met dingen als onroerend goedbelasting. Je hebt al betaald voor een huis. Je betaalt al rioolbelasting. Je betaalt al vastrecht voor de elektra. Je betaalt je waterschapsmeuk. Je betaalt een bijdrage voor het afval. Je betaalt de gemeentebelasting. Dan ben je toch klaar? En dan betaal je ook nog onroerend goedbelasting. Er is iemand, nou, die staat onder deze uitzending, als je hem kan vinden, Alan Watt. Die heeft duidelijk gezegd dat ja, met deze voorwaarden is er geen sprake meer van private property. Alan Watt spreekt Engels. Hij is geboren in Schotland en woont nu in Canada. Ergens in de bossen. In de buurt van, even in Ontario. Dat is toch een provincie? Zo. Of een deelstaat van Canada? Dus er is helemaal geen privébezit meer. Nou, daar gaat je soevereiniteit. Maar ik dacht dat ik nog steeds iets te zeggen had over mijn eigen lichaam. Zeker over het lichaam van mijn kroos. Van mijn kinderen. Moet je nou zeggen kroost? Nou, dat is dan als het aan de VVD ligt. Of all parties, hè? De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, zogenaamd rechts. En die gaat eventjes de soevereiniteit van het kinderlichaam ontwrichten. Ter discussie stellen. Kijk, dan raak ik enttäuscht.
En dan de SP, die doet lekker mee. Want als ze niet vrijwillig hun kinderen laten inspuiten, dan pakken we ze in de portemonnee, want wij zijn van de SP. Socialistische pleurisleiers. Ja, sorry dat het moest er even uit, hoor. Ik vind het echt schandalig. Kijk, als mensen zich willen laten vaccineren, dan moeten ze dat lekker zelf weten. Als ze hun kinderen willen laten inspuiten, dan moeten ze zelf weten. Ja, je kan het moeilijk verbieden. Hé? Maar andere mensen verplichten, dan heb je een gaatje in je hoofd. En ik ken die mensen, hoor. Die ook onder de burgers om me heen, hè, die zo'n schande spreken als hun ouders, als er dan ouders zijn en die willen hun kinderen niet laten vaccineren. Nou, dat moet niet kunnen. En als je met die mensen een gesprek probeert aan te gaan over het feit dat iemand als Robert De Niro, die beroemde acteur, die heeft dus een kind en die is zo gek als een dubbeltje, die is autistisch geworden. Nou, een autistisch kind, dat is niet leuk, man. Met een kind met Down-syndroom en die worden dan nog geaborteerd. Hè, als de moeder dat... Down-syndroom, aborteren maar, weg ermee. Die worden vermoord. Maar die zijn nog leuk. Daar kan je nog mee lachen. Ze schijnen een heel lief karakter te hebben. Maar iemand die autistisch is, nou, daar heb ik films van gezien, man, op internet. Hoe die kinderen zich gedragen. Ze zijn niet kwaadaardig, maar ze zijn alles kwijt. Ze zijn totaal niet te handhaven. Wat ik dan zag, hè, en met de hoop dat het dan bijtrekt, man. En die symptomen, die traden op vlak na de vaccinatie, hè. Ja, raar, 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 hoe kan dat? Er komt een man bij de dokter en zegt, dokter, ik heb vandaag zo'n koppijn. Oh, zei die dokter, wat heb je gisteravond gedaan? Ik zei, ja, heb ik een liter jenever opgedronken. Ja, zei die dokter, waarom denk je dat je hoofdpijn hebt dan? Nou, zei die man, ik zou het niet weten. Nou, zei die dokter, ik weet het wel. Nou, dat heb ik anders nooit hoor, die hoofdpijn. Nee, zei die dokter. Drink je dat wel vaker, zo'n liter jenever? Nee, dat was gisteren voor het eerst in mijn leven. Nou, zei die dokter, opgerot daarna. Ga mijn spreekkamer uit en laat die mensen naar binnen komen die wel een serieuze klacht hebben. Ja, het is toch gewoon statistiek, man. Het is bekend. Dus en niet iedereen die gevaccineerd wordt krijgt ook die klachten. Natuurlijk niet. Maar bij procenten treden er hele vreemde verschijnselen op. Dat noemen ze dan bijwerkingen. Ik noem het werkingen. En er zijn gevallen van bekend, man. Wauw. Van vaccinatierondes, hè, waar het tientallen, honderden kinderen het slachtoffer van werden. En de SP en de VVD, die doen er een beetje lacherig over. Denken daar nog stemmen mee te winnen ook. Van al die angsthazen die bang zijn voor de mazelen. Zo de jut toch op, man. Mazelen is een gewone kinderziekte. Het hoort erbij. De kans dat je eraan doodgaat, ja, beneden de Sahara. Daar is de kans dat je overlijdt aan mazelen is 140 keer zo hoog als hier in West-Europa. En het laatste geval wat een mazelen had en dan dat het ellendig met die persoon afliep, dat is 30 jaar geleden. Ergens in West-Europa. Niet eens per definitie in Nederland. Dus waar heb je het over? Hetzelfde geldt voor polio. Kijk maar eens goed naar de cijfers. Heel veel mensen die
geïnfecteerd raken met dat virus. Die worden niet eens ziek, man. En een deel, dat wordt dan ziek. Je krijgt koorts of zo. Ja. Nou, staat daarna weer op. En een ander deel heeft wat langer. En dan is het dan van het deel wat uiteindelijk dan langdurig ziekte houdt, treedt er dan verlamming op. En het aantal gevallen met verlamming is echt heel klein. Ja, en als je je kind daartegen wil laten inenten, ja, moet je zelf weten. Maar waarom zou je dat verplichten? Ja, maar ik wil niet dat mijn kind in de klas zit met iemand die niet is ingeënt tegen polio. Waarom niet? Ben je bang dat jouw kind kinderverlamming krijgt? Is jouw kind dan niet ingeënt? Jawel. Nou, als je kind is ingeënt, dan loop je toch geen risico. Wat zeur je nou? Ja, maar stel dat het vaccin nou niet werkt. Tja, als het vaccin niet werkt, dan werkt het ook niet voor dat kind wat niet ingeënt is. Hé? Ja, doe een beetje aan logica, man. Kijk, en dat is ook mijn teleurstelling, man. Ik ken zo iemand en die heeft in zijn jeugd mazelen gehad en... Nou, in zijn geval was dat dan heel erg. Dan heeft hij al 2 weken of zo was hij ziek. En heeft hij, zijn tong was allemaal onder de blaren. Of blaasjes. Hij kon alleen maar bouillon. Met een rietje. Dat was het. Dan heeft hij 10 dagen of zo op moeten overleven. Nou, dat vond hij heel vervelend. Hij had hoge koorts ook nog. En, ja, nou ja, vind ik ook vervelend voor hem. Maar hij heeft dat toch overleefd. Ik heb ook de mazelen gehad. Nou, ja, ik hoefde een aantal dagen niet naar school. Nee, maar dat vond ik erg. En dan de eerste dag, werd ik 's avonds getemperatuurd. En dan had ik geen koorts. En dan keken mijn ouders zo bedenkelijk van, oh, ja, je hebt geen koorts. Nou, dan mag je nog 1 dag thuis blijven. En dan wordt de volgende dag ik helemaal bibberen van de angst natuurlijk, aan de weertemperaturen. En ja hoor, weer geen koorts. Mooi zo, zeiden mijn vader en mijn moeder. Dan kan jij morgen weer naar school. Want de regel bij ons thuis was 1 dag koortsvrij, ziekte voorbij. Ik zei, oké, nou dan ga ik wel weer. Ik vond het hartstikke leuk, die mazelen. Ja, je hebt even koorts en dan voel je niet zo goed. Maar je gaat in bed liggen en een boekje erbij. Ja, ik las graag. Een boekje van de chameleon. Hielke en Sietse. En Gerben Sonderland. Dat vond ik wel leuk, die mazelen. Ja, en dan die jongen die dat een ernstig geval had. Ja, en ik vind dat alle ouders hun kinderen verplicht moeten worden om ze te laten inenten. Ja, dat vindt hij dan. Ik vind dat je dat niet kan maken. Ik vind dat je buiten je boekje treedt. Als mens. En ook als overheid. En het feit dat er zo makkelijk over wordt gedaan, dat geeft bij mij een grote teleurstelling. Denk ik, zo zijn we toch niet begonnen. Zo zijn we niet getrouwd, zo heet dat dan. Dat is de afspraak niet. En ik weet hoor, dat binnen de Europese Unie zijn er al vergaderingen geweest om een vaccinatieplan in te voeren op Europees niveau. Nee, maar dan gaan we blij worden. Niet dus. Walgelijk vind ik het. De Europese Unie mag wat mij betreft afgeschaft worden. Wat is dat nou? Wat moet je ermee? Toch?
Wat heb je nou aan een Europese Unie? Wat heeft dat ons gebracht anders dan regels? Ja, toch? Je mag voortaan dit niet meer. Je mag voortaan dat niet meer. Wat? Waarom mag dat allemaal niet meer? Wat de EU dat vindt? En waarom dan niet? Ik snap het niet, hoor. Ik heb helemaal geen zin in zo'n extra toezichthouder. En dan moet je ook nog weten dat een ambtenaar bij de EU, die kost ons €345.000 per jaar aan kosten. Jeetje. Dat vind ik verschrikkelijk. En geen politicus in Nederland die er wat van zegt. Dit zijn toch schandalige kosten? Maar ik vind zelf een loon voor een ambtenaar. Maar ik vind dat dat gelijk moet staan aan het modale inkomen van een burger. Per definitie. En als die ambtenaar het goed doet, ja, dan stijgt het modale inkomen van de burgerij en daarmee ook het inkomen van de ambtenaren. Maar wat is nou het modale inkomen in Nederland? Zal ik eens even kijken? Modaal inkomen NL. 2018. Dat is 3000 bruto in de maand. En netto is dat €2100. Nou, 3000 bruto in de maand, dat is dan keer 12. 36.000, zeg maar 40.000 met een eindejaarsbonus of zo, en iets van vakantiegeld. En dan maken we, hup, ronden we dat af. €40.000 bruto per maand. Per jaar dus, hè? Sorry. Nou, dan nog wat erbij. Dus iemand heeft een, ja, zo'n kantoorruimte. Dat moet natuurlijk ook zijn. En moet toegang hebben tot toilet. En er moet een keukentje zijn met een waterkoker en een koffiezetapparaat. Nou, map er nog eens 1000 per maand bij voor de kantoorvoorziening. Maar maken we daar iets meer van? Dan doen we 15.000 per jaar. Want ook dat je ook nog een keertje uit eten kan met een andere ambtenaar. Dat is alles bij elkaar €65.000 per jaar. Dat vind ik mooi genoeg. 345.000 per jaar. Ja. Ik vind het diefstal. Dus daarom gaan we stemmen op de FVD. En raak vervolgens teleurgesteld. Want Thierry Baudet, is toch een Franse naam, hè? Baudet. Maar die doet helemaal niks namens de FVD aan de EU. Denk ik. Een leuk verhaal van die man, meer niet. Maar hij kan niet echt iets doen. Denk aan John F. Kennedy. Denk aan Pim Fortuyn. Ik
Pim Fortuyn die was van plan om dat hele contract met McDonnell Douglas over die belachelijke Joint Strike Fighter, om dat op te zeggen. Van laat me zitten. Dan maar geen vliegtuig. En natuurlijk een rechtszaak gaan beginnen met hun aan te klagen wegens wanprestatie. En zo waren er nog wel meer pijlen op de boog van onze Pim. Ja, toen was het pief, paf, poef, hè? Oh ja, en dat was niet Volkert van de Graaf. Volkert van de Graaf was de Patsy. De zondebok. De scapegoat. Pim Fortuyn is omgelegd door een professional. En niet als een amateur met geitenharen sokken. Uit Wageningen. En die had dan ook een fietje lopen, hè? Want die heeft iets gedaan met een bosopzichter of zoiets. Ze hebben hem gebruikt. Volkert van de Graaf werd ook verdedigd door twee hele dure advocaten. Dat is niet categorie pro deo. Echt niet. En daar raak je toch teleurgesteld van. En Pim Fortuyn was wel dood. En John F. Kennedy, hetzelfde verhaal. John F. Kennedy wilde even de president gaan zijn en het belang van Amerika gaan behartigen. Dat is niet helemaal de bedoeling, hè? Want wij staan sinds 5000 jaar ongeveer, staan wij onder een orde. En die heet ook wel Mystery Babylon. Of Mystery Babylon. In elk geval Babylon. Ik zal hem even erbij pakken. Niet King James, doe je Mystery Babylon. En dan Bible. Even kijken hoor. Dan heb je hier de KJV. Weet je wat het is? KJV. De King James Version. Kijk, ik moet even kijken welk vers dat is. Dan pak ik even de Nederlandstalige erbij. Oh, dat is Openbaring 17, vers 5. Als ik ergens niet in teleurgesteld ben, is dat de prijs van een gemiddelde Bijbel. Hoor, de King James, die gaat hier gloedje nieuw over de toonbank. Over de toonbank. Die hebben ze hier op voorraad. King James, daar betaal je €8,95 voor. En ik heb hier een statenvertaling. En die kost dan €14,50. Want dit is Nederlands. Ja, Mystery Babylon. Dat wordt hier dan. Pak ik even de King James erbij. Ja, de King James. Als ze wel eens door elkaar, hè? De King James en de Statenvertaling. Het is ook bijna hetzelfde, hoor. De King James is uit 1611. En de Statenvertaling is uit 1637. Dat scheelt dus 26 jaar. 17. Pakken we eerst even de. De Engelse erbij. And upon her forehead a name written. Mystery. Babylon. The great. The mother of harlots. And abominations of the earth. En dan de Statenvertaling. En op haar voorhoofd was een naam geschreven. Namelijk verborgenheid. Het grote Babylon.
de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Die is de baas op deze wereld. Al 5000 jaar. Niet in de mate waarin ze het nu is, hoor. Het is nu wel heel erg ver doorgeslagen. Ja, de EU, de Verenigde Naties, ja, de NATO natuurlijk, maar ook het Warschau-pact. Het communistisch China ook. Het valt allemaal onder één paraplu, hè. Dat is de verborgenheid. Dat weten wij niet. Wij zien niet die achterliggende macht. Wij denken dat communistisch China dat ruzie heeft met Donald Trump. En dat Donald Trump ruzie heeft met Poetin. Maar dat is allemaal niet waar. Zij spelen een schimmenspel. En wij kijken ernaar en denken van oeh. Ja, wij kijken ernaar en ik ben teleurgesteld. Net als Sigmund Freud. Ja. Ik ben niet meer zo hoopvol. Dat is maar goed ook, want toen ik nog hoopvol was en ik erachter kwam dat 9-11, dat het helemaal niets was zoals de officiële heren en dames dat aan ons plachten te vertellen. Dat al die mensen bij het journaal en in de kranten en bij de overheid en bij de universiteiten en iedereen zat en stond te liegen. En ik werd boos, jongen. Nu ben ik alleen maar teleurgesteld. Ik denk van, yeah. Hoe kon ik ooit gedacht hebben dat het beter zou zijn? He, omringd met mensen die, ja, die seks buiten het huwelijk, dat maakt ze niet uit. Ze vinden dat niet een ramp. Terwijl het is fornication. Ontucht. Het ontuchtige gedrag. En wij staan het ontuchtige gedrag onder ons. Dat staan wij toe. Sommige mensen zelfs openlijk. Die komen er rond vooruit. Iemand vroeg aan mij van, goh, hoe is het nou tussen jou en de moeder van je kind? Is de ruzie alweer een beetje voorbij? Zei ik, nee. Ik wil haar helemaal niet meer spreken. Is het zo erg? Nou, ik weet niet of je dat erg vindt, maar ik hoef die niet meer te spreken. Oh, wat is er aan de... Ja, waarom dan niet? Ik zei, nou, die heeft genoeg andere mannen. Ja, maar daar moet je niet raar voor staan te kijken, want er is een scheiding. Ik zei, ja, dat was al zo tijdens het huwelijk. Oh, nou, dat is toch leuk? Dan had je ook lekker met andere vrouwen op kunnen gaan. Dat is toch, wat is daar nou weer aan de hand? Ik ben daar teleurgesteld over. En mensen nu die dan vergelijkbare dingen zeggen, dan denk ik, oh, daar heb je er weer een. Ja, mij zegt het helemaal niks meer, snap je? Noem het maar de woede, het verdriet voorbij. Ik ben gewoon teleurgesteld. Enttäuscht. Gleich wie Sigmund Freud. Nou, hoe had ik ooit beter kunnen verwachten? Ik had het toch kunnen zien. En heb ik het dan altijd zo netjes gedaan? Ja, nou ja, vergeleken met mijn omgeving wel. Maar dat is een heel politiek antwoord wat ik nu geef, hè?
Ik denk dat ik wel wat. Dat ik mezelf wel wat ellende op de hals heb gehaald. Door seks te hebben met vrouwen zonder dat ik ze goed kende. Dat ik, ja. Zoals Peggy Bundy van Married with Children. Zei van als een man een erectie heeft, dan vult het vleesachtige lichaam zich met bloed. En dat stroomt op dat moment dan eerst weg uit de hersenen. Met andere woorden, een man met een stijve penis kan niet meer zo goed nadenken. Ik denk dat ze daar gelijk in heeft. Had. Ah, het is natuurlijk een tekst die ze ook maar moest uitspreken. Maar daar sprak zij een waarheid. En zo dom was ik ook. Maar niet zo erg als wat ik heb zien gebeuren. Er zijn mensen geweest en die hadden seks met de moeder van mijn kind terwijl mijn kind 5 jaar oud was. Dat vind ik misdadig. De moeder van mijn kind, dat kan je noemen een hoer. De hoer van Arnhem. Als ze dit hoort, wordt ze vast heel boos. Of andere mensen die dan zeggen, dat kan je niet zeggen, dat kan je niet zeggen. Nee. Maar zij kon het wel doen, hè. En niemand zei er wat van. En als je seks hebt buiten het huwelijk, dan ben je een hoer. Met een kind van 5 wat thuis is. En jij die lekker de baan op bent. Want mannetje liefje, die zorgt wel even voor het kindje. Die zal het kind heus niet in de steek laten. Nee. Maar dat doet die moeder dan wel even, hè? Dat is een hoer. En hoe kunnen wij nou verwachten dat we een regering krijgen die ook maar een jota of een haar beter is? Dat is mijn teleurstelling. En ik ben niet meer zelfdestructief bezig. Ik drink geen alcohol meer. Ik rook geen tabak meer. En, geen wiet. Dus ik bezie deze wereld. Deze in en in slechte wereld. Met in en in domme mensen. Ik bezie de hele boel met droge ogen. En men doet haar best maar. Met de ene idioterie na de andere. Hé, dank je wel, alsjeblieft, snap je? Ik trek mij wel terug, dat ga ik wel doen. Dus ik heb mij teruggetrokken uit het commerciële leven als programmeur. Ik ga wel door met programmeren, maar niet meer commercieel. Puur voor de esthetiek. En de wereld, laten we zeggen. Als een soort leraar. Maar ik ga geen facturen meer sturen. Daar is het klaar mee. En als werk ga ik iets doen in de gezondheidszorg. Toiletten schoonmaken, gangen dweilen, zeg het maar. Afwassen, eten koken, kan ik ook. Het zal wel even oefenen zijn om te koken voor een groep van 10 mensen, maar eerst een paar avondjes als keukenhulp en dan heb ik het zo in de gaten hoor. Een groente schoonmaken, dat kan ik allemaal wel. Ga ik dat wel doen? Kantines opruimen. Bedden verschonen.
Maakt mij niet uit. Van mijn kamer hier ga ik een bed and breakfast maken. Maar dan heel simpel. Om een paar tientjes in de maand mee verdienen. Kortom, ik ga heel zuinig leven. Een beetje sparen. Ik zou niet weten waarvoor, maar want ik heb niks nodig. Maar misschien voor mijn kind. Maar ja, die moet er maar anderhalf jaar studeren en dan gaat ze zelf verdienen. Dus. Die kan ik ook nog een eenmalige storting doen van huppakee. En dan bekijkt ze het maar. Ja, ze moet toch een keer zelfstandig zijn. Ze gaat me lekker aan de slag. Had ze maar naar mij moeten luisteren, dan had ze nu een universitaire opleiding gedaan en had ze pas hoeven werken als ze 26 was. Ja. Mevrouw is eigenwijs, hè? Luisteren naar de moeder. Ga lekker leuke dingen doen en een of andere stomme opleiding doen waar je in no time klaar mee bent. Ja. Nou ja, dan ga je maar geld verdienen. Ze komt vrijdag, komt ze eten. En dan gaan we schaken. Dat wordt denk ik wel gezellig. Ik had vandaag Lonneke aan de lijn. Wat lief dat ze even belde. En die zei nog, nou, doe wel een beetje lief tegen je kind. Pak haar niet te hard aan. Laat haar weer een beetje wennen. Ja. Laat over vertrouwen winnen. Nou, dat zullen we wel zien. Ik doe het toch lekker op mijn eigen manier, namelijk. Ik ben teleurgesteld en dat is het. En ik heb vandaag weer lekker verkocht op Marktplaats. En morgen ga ik weer verkopen. Even wat poen scoren. En mijn spaarrekening bijvullen. Goed die contacten met de sociale diensten aanschurken. Dat die me even helpen aan een baantje. Liefst van 24 uur in de week. 32 uur als het dan per se moet. Maar iets in de buurt. Ik ga toch echt niet. Trouwens, ik heb geen auto. Maar ja, ik zou ook niet weten waarom ik met het openbaar vervoer een uur moet rijden om ergens in een bejaardentehuis te werken. Lijkt mij ook niet echt nodig. Ik zie er wel naar uit hoor, om sociaal werk te doen. Nuttig te zijn voor echte mensen met een echte behoefte in de naaste omgeving. Het zal die mensen goed doen en het zal mij goed doen en daarmee de samenleving goed. Snap je? Voor de rest ben ik teleurgesteld. En de EU, ja. Afschaffen die handel scheelt een hoop geld. En een hoop overbodige regels. Kortom, alleen maar positieve dingen als je de hele boel afschaft. En daarom moet het afgeschaft worden. Maar dat gaat niet gebeuren. Anders kan je vrezen voor het leven van Thierry Baudet. Die wordt afgeknald, hoor. Ze verzinnen wel wat. Want wat voor reden had Volkert van der Graaf nu om Pim Fortuyn dood te schieten? Ja? Dat hij onaardig was tegen Mohammedanen. Dat was dan zogenaamd het ding van Volkert. Ja, ja. Volkert was toch zo'n dierenactivist? Nou, in ene is hij dan Mohammedanenactivist? Moet je eens weten hoe Mohammedanen dieren slachten.
Ja, dat gaat heelal, maar dat is niet bepaald diervriendelijk, hè? Dat je dat even weet. Via Wim Kruidentuin ken ik een vrouw. Die komt uit Finland en die werkt hier in Nederland. Die heeft zo'n opleiding diergeneeskunde gedaan. En die is dan een soort toezichthouder op slachtpartijen van dieren. Bij de veterinaire dienst of zo van de overheid. Ja, die houdt die heelal slachterij goed in de gaten. Want dat wat daar gebeurt is niet altijd even tof. Niet altijd even diervriendelijk. Het is dan wel heelal volgens de Koran. Maar het staat niet gelijk aan een respectvolle dood voor een dier. Dat je het even weet. Er zijn zoveel dingen die mensen niet weten. Mijn tante Til, die wist niet eens dat de boeren in het Westland, de tuinders in het Westland, dat die CO2 laten aanvoeren van de verbrandingsinstallaties, de stadsverwarmingsinstallaties, uit de grote steden. Ja. En die CO2 die wordt de kassen ingeleid. En die planten. Lekker, CO2. Ja. Planten hebben dat nodig, hè? Waar denk je anders dat een plant van groeit? Ja. Een plant bestaat. Nou, niet voor. Ja, het gewicht van een plant is denk ik voornamelijk het element koolstof. Nou. En hoe komt een plant aan het koolstof? Ja. Het haalt het uit de CO2. Dus de koolstofdioxide wordt door het proces fotosynthese met dat chlorofiel, dat groene spul, wordt de CO2 gereduceerd tot koolwaterstof. Dus CO2 is een voedingsmiddel, pure voeding voor een plant. Samen met meststof en zo. Maar dan gaat het over hele kleine hoeveelheden. Dat weet jij ook. Als je een plant wil gaan bijmesten. Ja, dat is een klein beetje. We hadden een keer een plant in de tuin. Op de hele arme grond. En toen kregen we van de bovenbuf. Een klein zakje met koeienstront. Echt een heel klein zakje. Zo'n boterhammenzakje, voor de helft gevuld of zo. Want wat hadden we nou? Wat is het nou van plant? Een courgette hadden we. Ja, je kan zo, als je een courgette koopt, er zitten zaadjes in. Die zaadjes kan je planten. Dan heb je een courgette. Geldt ook voor een tomaat. Nou, wij hadden zo'n courgette plant in de tuin. En in de bovenbuurt kregen wij een zakje koeienstront. Man! Nou, daar wist die plant wel raad mee. Dat was een hele grote zware plant met een paar hele grote courgettes. Ja, die courgettes zijn niet van de koeienstront natuurlijk. Die koeienstront is voor de stikstof en de fosfor en dat soort dingen. Niet voor de koolstof. De koolstof wordt uit de atmosfeer gehaald. En er moet er wel koolstofdioxide in de atmosfeer zitten. Ja. En wanneer hoor je daar een debat over op tv? Of een informatief programma? De waarde van koolstofdioxide. Helemaal nooit. Dat hoeft het volk niet te weten. Mijn tante Til was stom verbaasd. Maar echt waar, joh? Ik zei ja. Nou doet mijn tante Til voor de rest helemaal niks aan politiek. Dus, is ook alweer. Is ze nou 12 jaar ouder dan ik? Dus 72 is ze. Jochel. Maar dan nog, hè. Het jonge volk weet er ook helemaal geen donder van. Ik ben er erg teleurgesteld over. Hoe moet dit nou goed komen? En dan kijk je naar dingen als Netflix en Ziggo. Die hebben dan ook zo'n videokanaal, hè.
En dan kijk je naar die films. En vooral als je weet waar je op moet letten. Nou, dan zie je het wel, hoor. Alle vrouwen zijn de baas. En daarna de negers. En de mannelijke blanken, dat zijn altijd de sukkels. Die hobbelen een beetje achter de feiten aan. En die karakters worden gespeeld door mannen van in de 50 met een buikje en van het half kalend haar. En slecht zittende pakken. En stropdassen die scheef hangen. En niet goed kleuren bij het streepjesoverhemd. Let er maar eens op bij Netflix. Terwijl die negroïde mannen, die zien er allemaal heel blits uit. Hè? En die zijn dan het derde kader. En dan het tweede kader, dat zijn de blanke vrouwen. Die zien er ook heel blits uit. En dan het eerste kader, dat zijn de negroïde vrouwen. Altijd hetzelfde. Uitzonderingen daar gelaten, maar het gros zit zo in elkaar. Een uitzondering is misschien Mission Impossible met Tom Cruise. Ja. Er is een film, die heet is op Netflix, zo'n serie, Arne Dol. Nou, die hoofdpersoon, ja, je krijgt gewoon medelijden met hem als je hem alleen maar de scène binnen ziet wandelen. Ja. Zijn vrouw behandelt hem als stront. Hij kan overal niks aan doen. Dan gaat hij ook nog vreemd volgens mij. Een sukkel. Met een negerin. Ja, how stupid can you be? Hè? Hey, super bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. Hoor. Dat je luistert naar iemand die zo teleurgesteld is. Ja. En dan alleen maar denkt aan Wim T. Schippers met zijn prachtige gedicht. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Ja. Waar eens de boterbloempjes groeiden, staat nu een maf kasteel. Hey, maar uit respect voor jullie, zeg ik op zijn Hamburgs, tjus en dag lieverds.